Goedemiddag, Mike's Live Biljartstudio, Alkmaar. Ik wens u een gelukkig nieuwjaar en veel gezondheid in het nieuwe jaar en veel biljartplezier. We gaan eventjes van een kiet en we gaan wat puntjes proberen te maken. Een beetje in het kaderspel, een beetje met plaatsen maken, verzamelen. Dus ik ga nu van een kiet. Ik speel de rode bal, speel ik naar de lange bal, of naar de korte band. Mijn bal via lang, kort naar de gele. Een mooie dikte. En de dikte die bepalen we door de lijn te zien achter de bal. Dus achter de bal. Dus het mooiste is dat je gaat zien. Ik heb het trainingsspel heb ik natuurlijk ontwikkeld. Daar heb ik de kegeltjes heb ik daarvoor. En kijk, we gaan dus de dikte bepalen achter rood. En we gaan de dikte bepalen waar rood komt. Dus met de dikte kun je zien waar je rood naartoe speelt. Dus als ik een beetje richting de kegel ga schieten, dan heb ik de mooie dikte op rood. Rood komt op de korte band. Dat is een beetje een vast patroon. Kijk, normaal liggen ze er natuurlijk niet. Maar de kegeltjes die bieden ook heel veel mogelijkheden om de looplijnen te gaan zien en de stootlijn. Dus de looplijn van rood en de stootlijn naar rood toe. Dus welke dikte je gaat spelen. Goed blijven staan in de stootlijn, dat is natuurlijk de X en de O. Dus de X en de O voor de trekstoot, de O. En de X, de O, die hebben we voor de doorschietstoot. Dus goed blijven staan in de lijn. Ik ga de akiet spelen. Ik ga hem kijken hoe die valt iedere keer. Ik ga hem een keer of 10 spelen en dan kunt u mooi zien. Op de manier van stoten, dus goed naar de dikte kijken. Ik zie dat kegeltje erachter liggen, dat is mijn richting en mijn dikte. Ik geef een beetje rechtseffect. Ik voel dat rood op de kegel komt. Voelen. Tak, mooi naar de kegel toe, terug en omhoog. Kijk, dit is de eerste stoot van Akiet. U ziet het, rood ging mooi naar de eerste. En mijn bal die ging mooi op de gele bal. En ik bleef mooi in mijn stootlijn staan. En daar gaat het iedere keer om. Kijk, nu hebben we de stootlijn, de akiet hebben we gespeeld. Nou, dan kun je hem erop trekken. Je kunt plaatsen. Je kunt allerlei dingen gaan verzinnen. Kijk, dit kun je mooi trekken. En rood een beetje in de breedte houden. Je kunt hem van rood spelen. Met de plaatsing op geel. Nou, laten we hem mooi trekken. Diep aan de bal. Mooie platte hand. Kijk, zoek de dikte. Dus zoek, kijk, ik zie nu dat rondje staan op de band. Dat is een beetje mijn dikte. Voelen. Ik geef geen effect. Voelen. En ik gooi mijn keu naar dat rondje toe. Terug en omhoog. Kijk. En ik laat hem mooi vallen. Nou, u ziet de ballen vallen bij elkaar. Dus in twee stoten speel je de ballen bij elkaar. Met een akietstoot en een trekstoot. Gaan we hem weer even opzetten. Het is natuurlijk een goede training om akiet, om daar een beetje een doel mee te hebben. Dus we gaan weer de akiet neerzetten. U ziet de twee kegels zie je dan fysiek liggen. Dat is je dikte, dus de stootlijn waar je op gaat staan. Stootlijn is richting de kegel, beetje effect. Voelen. Mooi recht naar de korte band toe, naar de kegel. Voelen, hebben. Goed de kegel zien, terug en omhoog. Kijk, weer mooi op de gele bal. Kijk, dan valt hij toch weer even anders dan die andere. Dus dat blijf je altijd houden natuurlijk, de akietstoot. Je probeert hem zo netjes mogelijk te spelen, hard, zacht. Een beetje in de zin van. Kijk, deze bal is dus te trekken van rood. In de ene erop. Maar je kan hem ook van de gele bal spelen, via één band. Dat je de gele bal... Dus het daarheen speelt, richting de lange band. Dus dan zou je de kegel, die zou je hier neer kunnen leggen. Dus dat is de diktelijn. Kijk, diktelijn hier naartoe. En de stootlijn. Kijk, die komt dus rechts van geel. Of links van geel. Dus die leggen we dan een beetje daar neer. Dat is een beetje, dus je voelt dat... Geel, die voel je dat hij daarheen gaat.
En het is, je moet goed bewust zijn waar je iedere keer de gele bal naartoe speelt. En dan navigeer je het met je effect. Dus we gaan een mooie voorhand neerzetten. Dus de juiste dikte richting de pion, juiste effect. Nou, een beetje hard bal. Ik zie het kegeltje liggen. Ik voel mijn dikte. Ik geef een beetje effect. En ik voel. Voelen. En dan tak, tik, tak of tok. Voelen. Goed naar de kegel toe. Tak. En terug. Kijk. Hij was iets dunner, maar je ziet het, de ballen weer bij elkaar. En zo kan je weer mooie posities spelen. Plaatsing op de gele bal. Eén banden van geel. Voelen. Geel naar de korte bandhoek. Voelen. Kijk, en dan komt hij mooi bij. Ziet het, vallen gelijk weer bij elkaar de ballen. Nou, zo kun je dus mooi je spel weer van een kiet gaan spelen. Dan leggen we hem weer neer. Voel de dikte achter de rode. Voelen. Juiste dikte, juiste effect. Mooie klap in de lijn. Beetje krijt erop. Kijk, nou legt hij hem geplaatst op de rode. Dus kunnen we hem mooi trekken. Diep aan de bal. Voel de lijn. Voelen. Mooi op geel. Gaan we weer naar rood. Mooi op rood. Voelen. Mooi op rood. Kijk, gewoon een plaatsing gemaakt. Kunnen we weer van geel. Plaatsing van geel. Kijk, dit kunnen we allemaal nog mooi trekken richting de rode. Dus voelen. Plaatsen op rood. Zie je, zo speel je er gewoon toch weer de ballen bij elkaar. En dan zou je hem op dikte tussendoor kunnen spelen. Maar we kunnen ook een plaatsing op een geel weer doen. En dik rood. Dus voelen hebben. Plaatsing geel. Dik rood. Kijk, nou ligt hij mooi om hem richting de rode bal te trekken. Wel een beetje lengte hebben natuurlijk. Onderaan de bal. Juiste dikte. Mooi diep zitten en goed in geel. Dus voel de dikte, voel de lijn waar je heen gaat. Die gaat naar de lange band. Hup, tak, rustig blijven staan. Kijk, zo speel je de balletjes mooi bij elkaar. Kijk, hij kan dun. Ik kan hem ook van los spelen, ik kan hem ook rond spelen. Ik vind het wel leuk om hem dik te raken. Rood lekker laten lopen. Voelen. Mooie klap. Voelen. Tak. Goed bij geel blijven. Kijk, rood komt mooi terug. Tempo, dat moet een beetje op maat wezen. Iets te hard. Maar kijk, hij is redelijk op tempo. Dat je gewoon tussendoor kan spelen om verder te gaan. Dus voelen, hebben. Je ziet het. Zo kun je weer doorgaan. En dan trek je weer van rood of je trekt van geel. Dat is net een beetje hoe je je tempo invult. Dus als we deze van geel trekken, moet je voelen dat hij op de lange band komt. Voelen hebben. Hier voelen dat hij op de lange band komt. Speel hem weer netjes bij. Dan kan je weer van rood spelen enzovoort. Nou, is weer goed gespeeld. Dan gaan we weer een keer van Akiet. Kijk, die Akietstoot is gewoon een leuke stoot om mee te beginnen. Waar je echt series op kan maken. Dus de juiste dikte, steeds in die goede stootlijn gaan staan. Dus het blijft iedere keer weer, de Akietstoot. Hier gaat de keulijn heen, dus dat is de stootlijn. En hier gaat ongeveer de rode iedere keer naartoe. Richting de eerste diamond van de korte band. Even ervoor. Dus dat is je dikte. En dan bepaal je alles met je effect. Mooie hoge hand boven het kruisje. Voel het kegeltje achter de rode liggen. Voelen. Mooie rechte lijn. Kijk, goed in die rechte lijn blijven staan.
Lekker soepeltjes. Tik, weer een punt. Kijk, krijgen we weer zo'n trekstoot of een eenbandstoot. Kunnen we weer van alles doen. Kijk, een eenbandstoot. Dus een eenbandstoot naar de lange boom met een beetje effect. Spelen rood of geel naar de korte band. Beetje richting dat eerste kegeltje wat er ligt. Aan de rechterkant. Dus we gaan hem dun raken met wat effect. Voelen, voelen en tok. Juiste dikte. Tok. Hier, kijk. Zo spelen ze heel makkelijk weer bij elkaar. Mooi klosje. Nou, masseetje. Plaatsing op de gele. Hier, plaatsing geel. Geel weer halen. Voelen, voelen. Geel mooi halen. Plaatsing rood is goed. Kijk, dus maakt eigenlijk, zie dit, of je nou harder of zachter speelt, maakt niet uit. Je hebt hem gewoon mooi op rood gespeeld. Dat je zo weer de rode bal plaatst op geel. Zie je, een mooie tak op geel. Kijk, gaat zelfs erbuiten. Zo speel je ze weer bij elkaar. Dus gewoon lekker luchtig de ballen weer bij elkaar spelen. Nou, zo kun je dus dun en dik en plaatsen. Zo is dat hele systeem weer wat je in kan voeren met stoten. Met dat tik, tak en tok. En dat leer je natuurlijk goed met het trainingsspel wat ik heb ontwikkeld. Dat je goed de kegeltjes leert raken op dikte. Dat je weet waar de ballen heen gaan. En dat zie je nu met de Akitsat ook. Kijk, je weet gewoon, de bal gaat hierheen bij een bepaalde dikte. Of de bal gaat hierheen bij een bepaalde dikte. En uiteindelijk, de Akitsat is een vaste bal. Dus denk gewoon welke dikte je moet spelen. Dus kijk goed waar de kegel ligt. Kijk, als je exact een beetje weet. Kijk, centimeter of 10 van de eerste duim, van de middelste diamond af. En rood daar naartoe. Dan ga je heel makkelijk de akietstoot ga je steeds maken. Dus we gaan hem weer neerleggen. De juiste dikte. Kijk, ik voel gewoon dat kegeltje erachter liggen. We kijken goed naar rood. We hebben hem, het juiste effect. Hup. Mooi ingooien, terug uit de kegel. Kijk, en de rest doet het werk, hè. Kijk, en dan is je tempo is bepalend voor wat je overhoudt. Maar je ziet het, gewoon lekker ontspannen gestoten. Trekstoot van rood. Dus de trekstoot met de O. Trekstoot spelen met de O. Doorschietstoot spelen met de X. Kun je er goed op trainen. Kijk, je kunt die stoten kun je goed trainen met je tools. Kijk, diepe voorhand. Voelen, voelen. Tak. Daar ligt de kegel, terug. Voelen, voelen. Daar ligt de kegel, terug. Dat is je dikte. Voelen, voelen. Tak. Dat is je dikte, terug. Dus je voelt iedere keer goed je dikte. Dus de diktelijn op rood. Daar ga je mooi op staan. Goed in het vizier. Mooie platte voorhand. Je kan met twee vingers, één vinger. Voelen, voelen. Hebben. Voelen, voelen. De dikte in de rood. Kijk, rustig blijven staan. Zie je, zo speel je ze makkelijk weg. Kijk, en dan kun je zeggen, hij moet even meer de hoek pakken of iets effect. Maar uiteindelijk liggen de ballen, hey, pa. Uiteindelijk liggen de ballen bij elkaar. Voelen, voelen, twee bandje. Ook weer de dikte voelen. Zie je, kijk, en zo hou je toch de ballen heel makkelijk bij elkaar om een serie te maken. Nou, ik wens u veel plezier het nieuwe jaar en we gaan live wedstrijden uitzenden. Ik ga nog allemaal leuke dingen doen met de Live Billiard Studio. We gaan dus gasten ontvangen, die laten we spelen. En alle niveaus, van laag tot hoog. En ze kunnen lekker een serie maken en wat laten zien. En we gaan goed het spel promoten. Dus hoe we dus de kegeltjes gaan raken met seriestootjes of met gewoon amortistootjes. Beetje de techniek een beetje doorspreken. U kunt ook vragen stellen wat u wilt weten. Als u een trekstoot wil leren of een doorschietstoot. Of een verzamelstoot. Of wat we het beste kunnen doen. We kunnen er lekker over praten en een beetje mee stoeien. En zo krijgen we gewoon leuk. Dat we samen gewoon een beetje op weg zijn om de biljartsport een beetje sterk te maken. Om er leuke stoten van te maken. Dus dat we er veel plezier van mogen beleven. Dus ik wens u een heel fijn jaar.